Hey, super leuk hier te zien. Ik ben Dirk en dankjewel voor je vertrouwen. En in deze video ga ik je precies uitleggen hoe je dat nou doet: geld verdienen online. Maar voordat we daar uh, op ingaan, wil ik eerst even mezelf voorstellen en wie ik ben. En uh, ja, wie ben ik nou om dit allemaal uit te leggen? Ik ben Dirk, zoals ik zei. Ik ben uh, voor 49 jaar dit jaar. Dus ik wil daar gelijk mee af wegnemen of je wel of niet uh, oud of jong genoeg bent om dit te doen. Geld verdienen online kan iedereen doen van waar je ook bent op de wereld. En, en, en hoe oud je bent, of wat je achtergrond is, en alles. Kijk, ik heb twaalf jaar lang restaurants gehad in Den Haag. Ik heb de sociale academie gedaan daarvoor. Uh, moet je nagaan. Dus ik ben op een of andere manier in de horeca beland. En ik heb twaalf jaar lang restaurants gedraaid. Dat hield in uh, 70 uur werkweken. Uh, niet eens zo veel goed financieel heel veel verdienen, uh, maar echt uh, goed. En, uh, en Muriel, mijn vrouw, die werkte 40 uur in de week in de, in de zorg. Nou, we weten allemaal de beloningen in de zorg zijn ook niet uh, ver weg om, om, om over naar huis te schrijven. Dus zo uh, kabbelden wij voort. En uh, we kwamen terug van een reis in ja, lang geleden. En uh, ...en we hadden vol dromen, we wilden gaan reizen... ...en we gingen een gezin starten... ...en wel kindertjes, want toen kwamen we nou met z'n drieën terug... ...zwanger van onze eerste uh, dochter... En, uh, en, en zo wilden wij heel graag uh, dat voortzetten, dat vrijheidsgevoel. Het gevoel van de wereld aankunnen en, uh, en over de wereld reizen op avontuur. En, want dat wilde ik heel graag aan mijn kinderen meegeven. Nou, zo is het allemaal begonnen. Uh, stop natuurlijk, ik ben een restaurant begonnen uh, met het idee om uh, vrijheid te creëren. Want ik dacht, als je nou eigen baas bent, nou, dan, dan kan je alles. Nou, Muriel die had een baan uh, en, en die twee factoren hebben ervoor gezorgd. Over de, door de tijd heen dat we zijn gaan kijken hoe we ons geld online konden verdienen. Want wat gebeurde er? Uh, ik verkocht mijn eerste restaurant. Mijn lunchroom was klein. Na nou, 2,5 jaar heb ik dat heel goed kunnen verkopen om vervolgens een grotere zaak te kopen. Uh, maar die, uh, toen ik dat verkocht had, wilde ik uh, we op vakantie naar Thailand. Mijn dochter was inmiddels drie en ik wilde naar Thailand. En, uh, en wat was nou? Muriel kon niet mee. Want die kreeg geen vrij van haar werk. Dat was al de eerste obstakel waar we van dachten... Nou, dit is, uh, dit is niet wat wij ons hadden voorgesteld. We waren net in de euforie van uh, verkoop van de zaak. Dat ging allemaal goed. En toen gingen we door. Terug kwam, ik ben uiteindelijk gegaan samen met mijn dochter. Tien weken. En zij is de laatste drie weken ook gekomen. Dat, dat was het dan. Meer kon er niet af uh, van haar werkgever. En uh, zo kwamen we terug. En toen gingen we de volgende zaak beginnen. Restaurant beginnen. En toen... Konden we gegevenlijk na een aantal jaar weer op vakantie. Uh, en nogmaals, ze gebeurde het weer. We konden op vakantie. Ze kon wel vrij krijgen, maar ze kreeg geen toestemming om naar het buitenland te gaan. Want ze moest beschikbaar zijn, mocht er zieken zijn. Dan ben je dus niet echt vrij. Dan bepaalt er iemand anders of jij wel of niet mag gaan. En dat, dat was zo frustrerend. En, en, en daar begon het heel erg te knagen. Nou, toen eind in 2013, 2014 heb ik nog een zaak erbij gekocht. En binnen zeven maanden heb ik daar uh, ik heb dingen over het hoofd gezien. En dat ging niet goed, godzijdank, achteraf gezien. Maar ik heb uh, daar uh, vieze men mee geleden. Althans, ik kon maar één restaurant nog behouden om de schuld af te betalen. Want ik had drie ton schuld gecreëerd. En, uh, en daar stond ik dan. Nog 10, 15 jaar lang aan het werk. voordat we dan weer op het oude niveau waren. En nu met wat er is gebeurd in de wereld met COVID. en, en nog van alle dingen. was het waarschijnlijk nog wel wat langer bezig geweest. En dat, dat was zo demotiverend. en zo frustrerend. dat we keken aan. Elkaar, oké, dit gaat echt nergens over. is dit het nou? Is dit het nou uh, waarvoor we het doen? En ik geloof best wel dat iedereen. Weet je, als je dit kijkt. dat je misschien je eigen variant hierover hebt. dat je eigenlijk eigenlijk afvraagt. is dit het nou? We werken ons uh, drie keer slag in de ronde. Uh, we verdienen goed, misschien wel zelfs. Maar het is niet dat ik het leven leid wat ik nou wil leiden. Nou, zo zijn wij begonnen, alsof ben ik eigenlijk begonnen met het uitzoeken van hoe kan je nou geld gaan verdienen online. En door de jaren heen uh, zijn we hier eigenlijk heel erg goed in geworden. Ik heb mijn jaarsalaris veranderd in een maandsalaris. Uh, we zijn in 2000, 2015, zijn, is Muriel gestopt met, uh, met in, de, in, met in de zorgwerken. In 2016 heb ik mijn laatste restaurant verkocht. Drie ton schuldenruim afbetaald. We hebben, in 2018 zijn we verkast naar Costa Rica. En in 2019 hebben we hier uh, 22.000 vierkante meter grond gekocht. Dus ik zit hier voor mijn appelboom. En, uh, en hier leven we met z'n met vieren eigenlijk heel vrij. En doordat ik mijn geld kan verdienen online... Uh, kunnen we hier wonen? Nou, 4,5 minuut verder. Dirk, hoe werkt dat nou geld verdienen online? Dat ga ik precies met jullie delen. Dus ik ga mijn scherm delen. En dan ga ik jullie stap voor stap uitleggen hoe je nou gewoon op een hele eenvoudige manier uh, geld kan verdienen online. En wat ik nu al wil zeggen is: het gaat er niet over dat je vrienden en familie gaat lastigvallen met een productje van je kopen. Of dat je uh, honderdduizenden social media volgers moet hebben. Nee, laten we het zo doen. Dat uh, we beginnen op nul. Ik ga het je uitleggen alsof ik alles kwijt ben geraakt. En ik moet morgen helemaal opnieuw beginnen. Niemand heeft nog van mij gehoord. Uh, uh, ik heb nul social media-volgers. Uh, niks. Nada. Vers persoon. Zo ga ik het je uitleggen. Kom, ik ga mijn scherm delen. Super. Fijn dat je hier bent, nog steeds. Uh, geld verdienen online. Het is uh, helemaal niet zo uh, ingewikkeld. En uh, het heeft. Uh, ik wil e nogmaals even toch erop nadrukken. We hebben als Nederlander, vooral als Nederlander eigenlijk, is mijn ervaring door de jaren heen. Uh, het, toch een, een bepaald beeld van geld verdienen online. En dat dat uh, vaak gepaard gaat met iets, iets, iets engs, iets illegaals. Iets, iets wat niet goed is. Daar wordt het vaak aan gekoppeld. En wat eigenlijk heel erg raar is, want. Uh, als consument bestellen we allemaal bij humble.com. Uh, we vinden het hartstikke normaal uh, om onze uh, vliegtickets online te bestellen. Maar op het moment dat je dat doet, is er dus aan de andere kant iemand die daaraan verdient. Uiteraard. Toch? Nou, dat zijn hele normale dingen. Zelfs, we kunnen zelfs een bloemetje voor iemand bestellen die aan de andere kant van Nederland woont. En, uh, en zo een bloemetje bezorgen zonder dat we daarheen moeten. Kunnen we tegenwoordig allemaal online doen. Maar als jij nou degene bent die daar tussenin zit. Die daar iets aanbiedt, dan kan jij dus ook gewoon je geld verdienen online. Nou, hoe werkt het? Ik wil even eigenlijk een voorbeeld nemen uh, uh, hier. Uh, het begint sowieso met wat je nodig hebt: is traffic. En dan ga, dadelijk, ga ik dadelijk nog meer uitleggen hoe dat allemaal moet. Traffic zijn gewoon. Potentiële klanten. Uh, maar het is een, een, uh, dit zijn misschien termen die je al gehoord hebt. Misschien zoek je wel eens op YouTube naar manieren en dan hebben ze het over traffic en een funnel en producten. Nou, ik ga je helemaal uitleggen hoe dat werkt. Ik begin natuurlijk net zoals je een restaurant zou hebben, of als je een, een, een wat dan ook voor een bedrijf wil hebben. Zonder klanten heb je niks te. Ja, verdien je geen geld natuurlijk. We verdienen gewoon allemaal geld, offline of online, doordat we iets verkopen. Als je een baan hebt, verkoop je jouw tijd. Verkoop je, je je kunde, je expertise aan je baas, je werkgever. Eigenlijk verkoop je gewoon je tijd. Want doordat jij tijd spendeert op die werkplek, krijg jij een salaris uitgekeerd. Nou, dat is dit ook. Maar als ik een, een restaurant heb, had, hè, heb, dan verkoop ik maaltijden. En in ruil voor die verkoop van die maaltijden krijg ik geld. En daarmee kan ik mijn personeel betalen, de inkomen betalen en mezelf betalen. Nou, en zo hè, wil je geld verdienen. Moet je iets verkopen. Nou, zo werkt het ook online. En een mooi voorbeeld van een funnel, dat is de volgende stap, is de McDonald's. Van wat is nou een funnel? En hoe kan je dit, dan ga ik je dadelijk uitleggen, hoe kan je dit nou gebruiken online? Uh, de McDonald's. Ik, ben, uh, ik zit hier helemaal geen McDonald's in. Ik woon in Costa Rica, in San Jose wel, maar niet hier waar ik woon. En in, uh, uh, maar ze hebben, uh, uh, wat we er ook van vinden, een heel goed marketing systeem. En de drive-through van een McDonald's is eigenlijk een enorm goed voorbeeld. Je komt aan. En je rijdt oh, oh, en je ziet een groot billboard: hamburgers, 1 euro. En je denkt: Oh, dat is lekker, daar heb ik trek in. Dit, dit bevredigt je, 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 je directe, uh, directe trek. Dus je bent instant satisfied. Daar gaat het om. Oh ja, die ene hamburger, eurotje, dat wil ik. Dus je rijdt naar binnen en uh, je komt voor die 1 euro hamburger. Maar nou kom je in die drive-thru, die straat in. En dan staat zo'n heel groot bord met menu. Nou, dan hebben ze nog meer dingen. Uh, oh ja, leuk, lekker zeggen. Bij die hamburger wil ik eigenlijk ook nog wel uh, een, een cola. En bij die hamburger, bij die cola wil ik ook misschien... Oh, weet je wat? Ik neem frietjes. Weet je wat? Ik neem dat hele menu. En niet de hamburger, maar ik neem de Big Mac. En, oh, dat is lekker. En dan neem ik dat ook nog. En, zo, en uiteindelijk rij je verder. Je hebt het besteld. Je, je, je praat er maar in. En dan reken je... En uiteindelijk ben je 25 euro verder. Terwijl je binnenkwam... Voor die 1 euro hamburger. Dit is een sales funnel. Perfect. Nou, dus dit kan jij heel simpel, eenvoudig online opzetten. En hoe werkt dat nou? Nou, als ik dat nou hier neem, even kijken, dan heb ik dit gemaakt. Zo werkt het uh, voor als jij dat zou doen. En het maakt helemaal niet uit wat voor ervaringen je hebt. Uh, je hebt geen social media. We, hebben, we gingen dit opzetten dus als ik nog helemaal vers zou beginnen. Niemand. Ik, ik heb geen e-maillijst. E ik heb geen social media volging. Helemaal niks. Dus wat hebben we nou allemaal nodig? Nou, net als de McDonald's. We hebben potentiële kopers nodig. En traffic. Nou, zoals ik net al zei: traffic zijn die potentiële kopers. En waar, waar vind je die nou? Nou, die vinden we inderdaad op social media. Maar je hebt geen volgers. En helemaal niks. Nou, toen ik begon online, had ik wel. Volgers, maar die waren meer aan mij geconnect door het restaurant. Dus daar hoefde ik niet mee aan te komen met dingen als geld verdienen online. Heb ik wel geprobeerd, maar dat namen mensen me niet in dank af. Want die waren er niet in geïnteresseerd, waren eigenlijk een beetje beledigd, een beetje ja, want Dat, dat, uh, dat uh, was dus de verkeerde doelgroep. Alsof ik vlees aan een vegetariër aan het verkopen was. Maar ja, ik wist niet beter, zo begon ik. Maar ik wil dat bij jou voorkomen, dat je dat dus niet gaat doen. Dus je hebt je hele volgeling op social media helemaal niet nodig. Maar waar vind je dan die potentiële kopers? Nou, inderdaad, op social media. En dat kan je gratis doen. Je kan uh, he, mensen vinden die potentieel geïnteresseerd zijn in wat jij hebt te bieden. Ben ik niet er helemaal een voorstander van. En want dat zie je wel eens mensen, misschien krijg je zelf die berichten. Hé, hey, sta je open voor? Nou, dat, dat, uh, dat, <laughs> dat klik ik altijd heel snel weg. En... Uh, dus dat, uh, dat, uh, dat. Nee, daar ben ik zeker geen voorstander van. En. Uh, wat dat, dat, dat zet ook geen zoden aan de dijk. Dus hoe kan je dat anders? Nou, je kan het betaald doen door te adverteren. Misschien heb je mijn advertentie op uh, YouTube gezien. Of misschien heb je wel een advertentie van mij op Facebook gezien. En, maar ik heb het nooit over mijn product. Ik zeg niet. Hey, je moet dit, en dit. Nee. Wat kan je nou. Uh, hoe verkoop je dat nou? Nou, dat brengt ons. Bij de landingspagina. En een voorbeeld van de landingspagina is bijvoorbeeld dit: Free Video Reveals. Is dan een Engelstalige toevallig. Ik had het Nederlands misschien kunnen nemen, maar dit is hetzelfde: Free Video Reveals, step-by-step -step training that showed us exactly how to work online, pay off our debt, and move to Costa Rica. Nou, dat is uh, en eigenlijk wat je op zo'n landingspagina aanbiedt: is die, is die hamburger. Hè? Of mensen zien die hamburger hier, en dan komen ze op die pagina. En die pagina dus zegt eigenlijk: je biedt hier iets aan. Wat hun directe probleem oplost. Dat kan zijn als je bijvoorbeeld, uh, gezondheid, gewichtsafname. Uh, uh, Val 10 kilo af in twee weken tijd. Uh, met door pizza's te eten. Hele stom voorbeeld misschien, maar. Oh. Ja, ik, ik moet afvallen, maar ik wil eigenlijk niet stop met pizza's eten. Dus, uh, oh, dat is. Oh, dat wil ik wel weten. Een gratis e book een gratis PDF, een gratis video. Gra iets wat. Ze een instant satisfaction geeft. Dus dat willen we. Nou, en wat gebeurt er nou? Zoals je ziet, op zo'n pagina kun je hun naam en e-mail in, invullen. Ja? Wat gebeurt er dan? Nou, ze klikken op dan op die knop. Hun e-mail wordt opgeslagen in een uh, autoresponder. Is een programma wat automatisch e-mails verstuurt. Nou, natuurlijk moet je die wel schrijven. Maar je hoeft dat maar één keer te doen. Want anders zou je uh, elke dag naar de computer moeten blijven kijken. kijken wat er gebeurt. He, en je wil natuurlijk iets van, van misschien wel vijf of misschien wel honderd nieuwe mensen die dat zien per dag. Dus dan zou je bezig blijven. Dus dit automatiseren we. Dat is het mooie van het internet tegenwoordig natuurlijk. Dus zo heb je dan die e-mails. En dat, hier is er één, maar dat, dat, de volgende nog één, de volgende nog één, de volgende nog één. En die, in die e-mails deel je meer waarde over jouw product. En dat product uh, dat is hier. En die e-mails die verwijzen dan altijd terug naar het product. He, misschien niet allemaal verkopen, kopen, kopen. Nee, het is een, de reden dat je dit wil hebben, is dat je een relatie wil bouwen met die mensen. En ook, misschien is dit product wat je hier aanbiedt, spreekt dat niet echt aan. Maar in de toekomst, in een later stadium, heb je misschien een ander product, wat wel eens daar zou uh, uh, kunnen aanstaan. En mocht je hebben geadverteerd en hebben geld uitbesteed uh, aan, aan advertenties of tijd hebben besteed. Aan, aan content te creëren, dan wil je natuurlijk eigenlijk wel, dat heb je, mensen die op die lijst staan, die hoef je niet nog een keer te vinden. Die hebben al interesse getoond in wat je hebt te bieden, alleen het specifieke product wat je daar verna aanbood, sprak hun niet zo heel erg aan. Maar wellicht in de toekomst dus wel. Dus daarom is het zo belangrijk om e-mails te bouwen, uh, een e-maillijst te bouwen en e-mails te verzamelen. Nou, aan de andere kant, als we die knop drukken, komen ze op een. Bridge page, een overbruggingspagina. In het Nederlands, denk ik, mooi woord daarvoor. En dat ziet er heel simpel uit. En dat is dit bijvoorbeeld. Hey, watch the short story below. En uh, hier is een video van Muriel. Hey, kan, zie je? Dit is dan de Engelstalige funnel. Maar wat is nou het doel van zo'n overbruggingspagina? En in dit geval is het een video. Maar het kan ook met tekst zijn. Het kan ook. Eh, er zijn variaties daarvan. Maar het is, je biedt hier iets aan. En hier. Zeg je bijvoorbeeld: Hey, ik heb dat, uh, die training naar jouw e-mail gestuurd. Maar misschien wil je ook, als je dit interessant vindt, ra raad ik je aan ook om daar eens even te kijken. Kijk, dit product, daar gaan we het zo over hebben, kan ook een product zijn wat bijvoorbeeld niet van jou is. En dan zou de, de overbrugging van daar naar daar naar dat onbekende ineens heel erg groot zijn. Terwijl misschien dit product juist hun probleem oplost. Nou, die overbruggingspagina is om die transitie soepeler te maken. Nou, heel simpel. Maak je dus één keer, staat online. Nou, en nou je product. En dan hoor ik je misschien zeggen, Dirk, ik heb geen product. Nou, dat kan. Je kan, uh, uh, heel simpel, bijvoorbeeld, als je wel een eigen product zou willen hebben, uh, kan je, we hebben allemaal kennis. We hebben allemaal, zijn we ergens iets goed van. Zet het op uh, video, maak er een korte cursus van en dan zou je dat zo kunnen verkopen via Zo'n opzet. Ik deed het al om nieuwe klanten in het restaurant te krijgen. Toen ik hiermee begon, had ik nog een restaurant. Dan ben ik dit gaan toepassen in het restaurant. Om bijvoorbeeld de uh, hysterische Haiti-weekend te promoten. En uh, we hadden 300 zitplekken. Uh, 300, 150 binnen, 150 buiten. En uh, ik weet nog dat ze hadden we iets van 100, 150, 160 Haiti's in één middag er doorheen gestampt. En uh, dat was natuurlijk enorm, maar het was een enorm succes omdat ik dit online zo had gezet. En dan had ik gedaan twee voor de prijs van één. Net zoals uh, van die bedrijven online die dat voor je kunnen. Maar dat kan je dus ook zelf doen. Nou, dat was daar. Maar je kan bijvoorbeeld ook een cursus creëren. Maar die zeggen: ik heb dat niet. Ik weet het ook nog niet zo goed. Dat is een lange leerschool. En daar wil ik me niet aan wagen. Wat kan je ook doen? Je kan ook een affiliate product gebruiken. En wat is een affiliate product? Een affiliate product is een product van iemand anders. En ik ben daar een enorme voorstander van. We hebben ons eigen producten. Uh, en we hebben Annemans uh, uh, producten voor markten. Het voordeel van Andermans producten is dat je geen voorraad hoog hebt. Je hebt geen voorraad. Je hebt geen product. Je hebt ook geen nazorg. Je hebt ook geen uh, klantenservice nodig. Je hebt helemaal niks nodig. Jij, verzoor, jij verkoopt het. Jij maakt een ziel. Jij zoekt potentiële kopers die daarin geïnteresseerd zijn. Je laat ze door een funnel gaan en je introduceert ze in het product. Dat bedrijf neemt het daarna helemaal over en doet de nazorg en de verzorging en alles op en eraan. De HEMA heeft zo'n programma, bol.com heeft zo'n programma, Amazon heeft zo'n programma. Het zijn allemaal producten die jij kan vermarkten. En als je dan iets verkoopt, krijg je een deel van de kosten. Dit is gewoon een marketingtool van een groot bedrijf om in plaats van zelf te gaan vermarkten en adverteren, laten ze affiliate markers het werk doen. Nou, die krijgen daar Riant voor betaald. Een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld van hier is. En dan kan ik ook laten zien dat ik ook daadwerkelijk geld verdien online. Dat is het misschien ook al, dat heb ik misschien eerst moet doen. Dit is een, een programma en dat heet: is een, een, een educatief platform. Uh, en daar kan je in principe gratis affiliate van worden. Um, en dan kan je dit product, die kennisproducten gaan vermarkten. Ik ben zelf altijd wel een voorstander om um, zelf producten ook aan te schaffen. Want dan weet je wat het, wat het inhoudt en wat het ziet. Nou, zoals je ziet hier. Uh, van dit bedrijf. 90.000, bijna 91.000 dollar verdiend. In, uh, in. 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 Ik weet niet hoe lang. In een aantal tijd. Maar die 90.000 dollar. die hebben we zo. En als ik dan ook. ook zo bijvoorbeeld. zo van zo'n company hebben. dan altijd leaderboards. wie is de nummer 1. En als ik dan naar. Total sales generated. nou. Uh, maandag. zou we nu op nummer 3. vandaag hebben we nog niks gedaan. Uh, maar van all time uh, dingen staan we op uh, nummer 3 inmiddels. Dus dat is wel heel erg gaaf. Nou nog zo'n uh, educatief platform, bijvoorbeeld easy One up En dan zie ik hier 70.800 Dirk en Muriel hier. Ik wil wel refreshen, maar dan uh, denk ik dat we uitgelogd worden. Uh, maar dat is niet zo erg. Dan toets ik gewoon 583 in. Want het zijn geen screenshots die ik je laat zien, maar daadwerkelijk gewoon mijn back office. Hier, het telt op naar 70.800. En bijvoorbeeld, een kartra is een programma waar je ook bijvoorbeeld je eigen producten in kan creëren en hosten en dat soort dingen. Bijvoorbeeld, deze pagina waar je op ziet, dat heb ik in dit programma gebouwd. Maar hier heb ik ook een aantal affiliate promo's gedaan. En zie je 91.000 dollar in sales, waarvan 43.000 in commissies uitbetaald. Zo is het wat je dat uh, kan. kan, kan hoe je dat kan opzetten. Dit zijn dan affiliate producten. En je kan het ook met je eigen producten doen. Maar zo verdien je geld online. En kost dit nou een hoop tijd? Nee, dit kost helemaal niet veel tijd. Want je kan dit zo opzetten. En traffic dat kan je kopen door solo ads bijvoorbeeld. Of als je meer tijd hebt, kan je het ook door tijd te besteden. Uh, 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 potentiële kopers aantrekken. Dus zo, zo doe je dat. Het is heel simpel, kost je. Nou ja, als je heel veel gratis gaat doen, mee wat meer tijd kwijt je natuurlijk. He, want niks is gratis met of je betaalt een tijd of je betaalt met geld. Nou, je kan het heel simpel doen met geld. Dan koop je traffic en laat je mensen door die funnel heen gaan. En, uh, en dan aan het eind verdien je geld. Nou, als dat in verhouding is, dan kan je dat blijven herhalen. Dus. En ja, er zijn mensen die er heel heel veel geld mee verdienen. Het is de reden hoe wij hier in Costa Rica kunnen wonen. Nou. Als je hier meer over wil leren en je precies wil weten wat je moet doen, hoe je aan die traffic komt, gratis en betaalde, hoe je zo'n landingspagina opbouwt, hoe je zo'n overbruggingspagina en wat voor een product kies je dan? Waar vind je die producten? En, en wat zijn de beste producten die je kan, kan, kan vermarkten? En e-mails, wat schrijf je nou in die e-mails? Nou, daarvoor heb ik een, uh, een training gemaakt, dat heet de Affiliate Blauwdruk. En hier zie je de pagina eigenlijk waar je deze video ook op kijkt. Misschien ziet hij er iets anders uit tegen de tijd dat je dit kijkt. Maar uh, het, 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 wat ik je aanraad is scroll naar beneden hier. En dan kan je ook hier zien wat je kan verwachten. Nou, er is Lifetime Access tot onze supportgroep op uh, Telegram. Gratis toegang. Uh, en, daar, uh, en daar help ik je. Daar kan je me altijd vragen stellen. En ik, ik ben daar voor je. En voor de rest leg ik precies uit wat Affiliate Marketing is. Welke soorten? Wat past het beste bij jou? Waar begin je? En wat heb je nodig? Dan hebben we ook nog wat vinden. Waar vind je dan de beste affiliate producten? En hoe verbind je alles met elkaar om alles zo goed te doen? Dus neem dit gewoon helemaal door. En dan kom je eigenlijk door. En hier ook onder zie je allemaal uh, uh, reviews, testimonials van mensen waar we al mee hebben gewerkt. Uh, ja, dit is wat ik doe en wat wij doen. Maar in die training, dat is deze training, daar leg ik je precies uit hoe alles nou werkt. Kijk, wat is die affiliate marketing? Wat heb je nodig? Zo'n funnel waar ik het over had. Die gaan we samen bouwen. Maar als je klaar bent, kan je, als je die video hebt bekeken, dan raad ik je aan hem wel te doen. Dan zie je precies hoe het werkt. Uh, maar dan kan je hem zo importeren en dan ben je eigenlijk klaar om te beginnen. Nou, dan gaan we, gaan we producten uitzoeken. Uh, ik heb ook nog onze beste presterende producten waar wij uh, het meeste geld mee verdienen. Waar je ook heel makkelijk mee aan de slag kan. Pay-to-play. Heel erg belangrijk mindset. En hier zijn alle traffic. Ik heb het over YouTube ads, free traffic, Facebook free, Facebook betaald, solo ads, alles komt aan, aan bod. Waar je ook gebruik kan van kan maken, en dat heb ik hier op de eerste pagina gelijk gedaan, is dat je ook nog een, een breakthrough call met Muriel kan boeken. En daar weet je gewoon te brainstormen. Wat past nou het beste bij je? En, en waar loop je tegenaan? En hoe kunnen wij jou het beste helpen? Nou. Kost je helemaal niks gratis. Een, uh, gewoon een kwartier 20 minuten brainstormen. Dat helpt zo enorm. Dat heeft ons heel erg goed geholpen in het begin. En uh, daarom hebben we besloten om jullie dat ook gewoon aan te bieden. Dus dit is het: um, de affiliate blauwdruk. Dit kan je toepassen op je eigen producten. Dit kan je toepassen op affiliate producten. En uh, nogmaals, hier e-mail swipes, kant en klaar, bonus trainingen, uh, Facebook, chatmastery, alles. Alles wat wij op een dag doen. Alles wat wij toepassen in onze online uh, business, om het maar zo te zeggen, staat in deze training. Dus ik zou zeggen, doe je voordeel ermee. Als je op zoek bent naar manieren om geld te verdienen online, is dit de uitgesproken training, denk ik. Uh, waar je mee aan de slag kan. Dus ga aan de slag. Klik op de knop onder deze video. Deze blauwe knop. Klik hier voor de Affiliate blauwdruk. Dat brengt je op de volgende pagina. Vul daar je gegevens in. En ik zie je uh, op de volgende pagina in de training. En ik hoop je te verwelkomen in de, op Telegram, in de supportgroep. En vanaf daar je verder te helpen met het opzetten van jouw affiliate marketing bedrijf. Of jouw online business. Misschien heb je wel een geweldig idee. Uh, daar kunnen we in de brainstorm sessie kunnen we kijken hoe we dat kunnen uitwerken. En hoe je daar online je geld mee kan verdienen. Tot daar. Hoi!